steeds meer mensen twijfelen aan het nieuws uit de media. Voor die mensen checkt Hoaxcheck vrijwel dagelijks de feiten van een media hoax. Vandaag in Hoaxcheck. Is er geen nieuwe DDoS-aanval op Ziggo-netwerk? Uit onderzoek van Hoaxcheck blijkt dat de internetverbinding op het Ziggo-netwerk zo verschrikkelijk traag is dat het hackersgroep Anonymous niet lukt om nog meer DDoS-aanvallen uit te voeren. Anonymous heeft verschillende keren contact gezocht met de klantenservice van Ziggo en is zo ontevreden over de service dat zij nu een analoge DDoS-aanval hebben gelanceerd door elke seconde 5 miljoen brieven geadresseerd aan Ziggo op de post te doen. Wij van Hoaxcheck beoordelen dit nieuwsitem dan ook als waar. Deze hoax is gecheckt door Wegwerp Media BV.